Manfred Wolf staat erop. M. Wolf, is het jouw M? Ja, dat is mijn M, ja. Oké. Okay. Je bent een eigen rijder, maar wel met je familie? Ja, met een familiebedrijf. Met hoeveel? Met mijn vader, moeder en mijn broertje. En hoeveel auto's? Vier. Vier? Je moeder rijdt ook gewoon? Nee, niet meer. Oké, okay. Die reed wel? Ja, soms, die reed af en toe. Hey, je hebt een Scania, een... Ja, een blauwe. Dat is een mooie. Boelbar voorop. Zullen we eromheen lopen? Ja, dat mag. Wat vind je er zelf mooi aan? Wat ik er zelf mooi aan vind? De kleuren, ja, de kleuren, gewoon de opbouw van een auto. Wat mij opvalt, ik heb het nooit eerder gezien. Ja, dit zijn gewoon twee normale werkhandschoenen. Niks bijzonders aan, hè? Die koop je toch? Ik heb er wel nieuw in gelegd. Ik denk dat veel mooi, anders die oude zat onder het vet. Maar dit vakje, hoe kom je daarbij? Ja, een keer gezien van iemand, die heb ik na laten maken. En nou is die, als de mol eraan is, er een gleufje in. En dan wordt het zo verwarmd, dan heb je weer droge handschoenen in de winter. Het is ook nog heel praktisch ook. Ja, en je hoeft niet elke keer je kastje los te doen, omdat die kettingjes kapot gaan. En nou is het snel pakken en het werkt ermee. Ik denk dat je een trendsetter bent. Over 10 jaar zullen heel veel chauffeurs het hebben. Misschien. Ja. Hé, hey, en van binnen, Deens Plus. Vind je het mooi? Ja, anders had ik het er ook niet in laten zetten. Ja. En een hele bewuste keuze met veel witte vlakken en dan wat plusje accenten. Ja, juist. Ja, je mag er maar verder in kijken, als je dat wilt. Ja, wel iets omhoog. Oh, en het bedrijfslogo zit in de bedwand. Ja. Dat is een W. De W van Wezep. Welkom. En je hebt hem verlicht. Ik denk dat deze truck in het donker heel mooi is, althans de cabine. Ja, ik ben er wel super wijs mee. Dat is heel netjes gedaan, vind ik. Ja. Hoppatee. Lopen we even verder. Ook dit is gewoon, nou, fraai, mooi. Weer het bedrijfslogo in de kast, achterkasten. Verlicht. Verlicht. Wat zit erin? Mijn ADR-uitrusting zit erin, mijn gereedschapsspulletjes en extra bloedtank. Een extra tank? Ja. Mag die open? Ja, jawel. Waarom een extra tankje dan? Omdat het AdBlue, dan kun je de hele week van huis af, dan kun je in 1 week redden. Hij verbruikt veel AdBlue? Ja, die nieuwe auto verbruikt meer AdBlue dan eerder. Okay. Dus dan zeggen ze weer goed voor het milieu, zeg maar. Hé, hey, wat vervoer je? Hoofdzakelijk rijk op Scandinavië. Gewoon compleet Scandinavië. En daar ligt vaak sneeuw. Het is mooi spul. Ja, alleen ja, je moet er, het is een blijven werkhouden, je moet ermee werken. Besteed je er veel tijd aan? Nee. Zaterdag is een beetje, ja, gewoon wassen, proberen te wassen elke zaterdag, als het lukt. En dan daarna lekker bier drinken. Ook heel belangrijk. Maar je hebt geen één bepaald soort transport wat je veel doet? Ja, als het moet niet leven, want dat wil niet, zeg maar. Maar gewoon bijna alles wat in een garage trillen kan. Van een machine tot een pallet, tot een bloemenkar, alles gaat erin. Ik vind het een mooie auto. Ik wens je er heel veel succes mee. Dank je. De verkiezing van de mooiste truck van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door... Euromaster. BF Goodrich. Real tires for real truckers.